Ja, dan hopen we nu met uw hulp de man op de volgende beelden te vinden. Hij stak een Nijmeegs café in brand en nam daarbij een enorm risico. Al 28 jaar zit Café Het Paleis aan de Priemstraat in Nijmegen. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober... krijgt een van de eigenaren een verontrustend telefoontje. Ik kreeg rond die 2:30 een telefoontje van een buurjongen. Naast me, een klant ook van hier. Dat er allemaal politie en brandweer was en toestanden. Dus ja, het was een verschrikking. Dus ik keek gelijk op een camera kijken, want ik heb een camera binnen en buiten hangen. En op die beelden ziet hij dat rond 2:00 deze man op zijn café is afgelopen. Hij gaat dicht bij het pand staan en haalt een flesje tevoorschijn. Hij spuit een behoorlijke hoeveelheid vloeistof door de brievenbus naar binnen. Terwijl hij het flesje weer dichtdraait, neemt hij de boel nog even rustig in zich op. Hij lijkt een aansteker te pakken en dan... Ook op de camera in het café is te zien hoe snel het vuur om zich heen grijpt. Een groot deel van het pand, schilderijen en een muziekinstallatie worden vernield. En daarna kwam ik de volgende dag hier, 's middags. En toen kwam ik binnen en toen moest ik echt janken. Ik heb heel veel kunst, vooral ook van Nijmeegse kunstenaars, binnen hangen. Alles was aangetast, de hele hoek verbrand. Het was echt vreselijk. We hebben ook meer dan 50.000 euro schade uiteindelijk. Maar de brandstichter speelde die nacht ook met mensenlevens. Boven het café wonen namelijk studenten. Later bleek ook nog 2 studenten boven gewoon thuis te zijn. Die zijn al vaak misschien nog wel eens het weekend weg. Maar ja, er waren gewoon 2 thuis en die sliepen. Ja, die zijn echt door de rook wakker geworden, gelukkig. Belangrijk dus dat deze brandstichter gevonden wordt. Herkent u hem? Of weet u waarom hij het juist op Café Het Paleis gemunt had? Alle informatie is welkom. Bel de tiplijn of M.